Welkom bij Baasbegrip, het inspiratieplatform voor professionals die werken en zorgen voor jeugd. Met tips en adviezen om jezelf te versterken in persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en communicatie. Ik ben Sandra en wens je veel plezier met het luisteren naar deze podcast. En deze week een wat korte podcast. Met een aantal praktische tips wat je kan doen als het wat minder lekker gaat. Want soms gaan dingen gewoon niet zoals je wilt of zit je minder lekker in je vel. En dan zijn er een aantal dingen die je in ieder geval kan doen. Als allereerste, zoek hulp als je negatieve gedachten je echt belemmeren in het dagelijks leven. Zoals bijvoorbeeld bij het opstaan of eten, slapen of activiteiten ondernemen. Dat kan een hulpverlener zijn, maar dat kan ook een persoon zijn die gewoon dicht bij je staat. Afhankelijk van de ernst natuurlijk. Als tweede kun je zelf informatie opzoeken en manieren om manieren vinden om jezelf te versterken. Als het natuurlijk niet zo erg is als in een voorgaand geval. Je kan boeken lezen of blogs of luisteren naar podcasts of video's. Welke informatie voor jou nuttig is en via welk medium, dat is aan jou. Dat moet je zelf bepalen. Want het moet natuurlijk passen bij waar jij mee zit. Analyseer dit dus eerst goed voor jezelf en start dan met zoeken in die richting. En vaak vind je dan vanzelf de informatie die je nodig hebt en val je eigenlijk van het ene naar andere informatie. Als allerlaatste eigenlijk de belangrijkste stap, en dat is pas je mindset aan naar een oplossingsgerichte denkwijze. Zoals gezegd, dit is misschien wel het allerbelangrijkste en ook de basis voor alle voorgenoemde acties. Deze houding heb je eigenlijk met alles en altijd nodig. Het is niet een naïef of het is niet een onrealistische manier van positief denken. Je kan gewoon niet anders dan je mindset aanpassen als je niet wilt blijven hangen in een probleem. Zelfs als een probleem groot is, dan kun je zoeken naar oplossingen om het in kleine stapjes beter te maken. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond en dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@baasbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.baasbegrip.nl. Tot de volgende podcast!